schuldhulpverlening is best wel een hot item. Dat is eigenlijk niet zo leuk, want het gaat over mensen die in problemen zitten. En als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het verlenen van schuldhulp. Daar hebben we ook beleidsplannen voor. Maar ja, dat zijn plannen, het is papier. En je wilt natuurlijk dat de schuldhulpverlening op terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. Onze gemeenteraden zeiden ook van bij de vaststelling van ons beleid, minder armoede in Altena. Nee, ze zeiden we willen helemaal geen armoede in Altena. En natuurlijk, dat is het streven. In principe richten we ons in eerste instantie met name op mensen die een huurwoning hebben. 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft echt wel een schuldprobleem of zit in de schuldsanering. Wij hebben 5% van onze huurders hebben een huurachterstand. En waarom wij dit project zo mooi vinden is omdat je echt in dat preventieve stuk zit. Ik heb net ook al gezegd, maar echt inderdaad vroeg erop af is naar een signaal, nadat het binnenkomt, echt er direct naartoe gaan. Voordat iemand zich daadwerkelijk gaat melden nadat de eerste betalingsachterstand is ontstaan, duurt het zo'n beetje 5 jaar. Nou ja, je kan je voorstellen wat er in die 5 jaar aan problematiek zeg maar bijkomt voordat je zeg maar aan oplossing gaat werken. Uiteindelijk kennen we ook hier binnen Altena projecten als bijvoorbeeld een gratis shoppen Werkendam, maar toch wel de voedselbank waar een hoop mensen komen. Een hoop mensen waarvan we eerst niet wisten dat daar ook een armoedeprobleem was. Het lijkt me een mooi moment om het convenant te gaan ondertekenen. Wethouder Paula Jortsma, u bent een van de partijen die het convenant heeft ondertekend. Wat gaat uiteindelijk de uitwerking in de praktijk zijn van dit getekende convenant? Nou, vroeger op af is al gestart. We zijn in oktober vorig jaar van start gegaan met Sabrina Heunders, de projectleider. En zij werkt daarvoor samen met de woningbouwcorporaties en maatschappelijk werk. En wat er in de praktijk gebeurt, is dat Sabrina van de corporaties doorkrijgt welke mensen hun huurpenningen niet op tijd hebben betaald. Dus als mensen 2 maanden hun huur niet hebben betaald, dan komt er een seintje binnen bij Sabrina en die schakelt dan met de maatschappelijk werkers van Trema en van Juvans. Of wat tot voor kort gebeurde, was dat mensen met een huurachterstand een brief kregen. En wij als gemeente doen dat ook heel vaak. We sturen een brief, maar dat moeten we niet doen. Want als jij in de problemen zit, heb je geen zin om je post meer open te maken. Dus je moet echt achter die voordeur komen en in gesprek met mensen. Dat werkt eigenlijk altijd het allerbeste. Nou, wat er eigenlijk gaat gebeuren is een woningcorporatie die gaat eigenlijk een signaal afgeven op het moment dat er een huurachterstand is ontstaan. Die komt dan uiteindelijk zeg maar bij ons binnen. Wij gaan kijken of er al een schuldhulpverleningstraject bekend is. Dus of iemand al te maken heeft met schuldhulpverlening. Nou, is dat zo, dan is dat natuurlijk een heel ander project. Maar in principe als dat niet zo is, dan gaan we ermee aan de slag. Dus dan gaan we eigenlijk als maatschappelijk werker zijn, dus Juvans en Trema, die krijgen de melding binnen en die gaan dan op pad. Dus wat er gebeurt is, zij gaan daadwerkelijk aanbellen bij de klant om proberen in gesprek te komen. Over het algemeen zijn de mensen erg blij dat we zeg maar de hulp komen aanbieden, want het is soms best lastig om die vraag ergens te stellen. Een ander zal dat niet waarderen en zal zeggen: ik wens jullie hulp niet. Nou, op dat moment dan gaan wij ook gewoon weer, zoals we gekomen zijn, gaan we weer weg. Maar jullie zijn als maatschappelijk werker betrokken bij de 3 Altena-gemeenten en al daadwerkelijk op pad gegaan in de uitvoering in het kader van vroeger op af. Wat maken jullie met deze nieuwe methodiek zoal mee? Ja, wij zijn inderdaad een paar maanden begonnen. Wat wij proberen is om bij mensen achter de voordeur te komen. Vaak heb je wel dat mensen wat weerstand hebben. Hè, dat ze denken van ja, wat komen die doen en wat kunnen die voor mij betekenen? Bovendien schulden, daar denk je ook liever niet aan. En wij zijn er niet om om te bestraffen of wat dan ook. Zo van, ja, je komt je schulden niet na. En nee, we gaan juist kijken van in hoeverre kunnen wij je tot hulp zijn. En wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat kunnen we doen om de lasten te verlichten, zeg maar? En mensen zijn vaak ook wel opgelucht. Van, ja, ik kom er niet uit, ik loop al jaren zo. Pappen en nat houden. Dus soms zijn ze ook wel blij dat we dus aan de deur staan. Dus dat is wel heel fijn. We kunnen ook kijken van, heb je wel allerlei voorzieningen die er ook zijn voor de mensen. Huurtoeslag, zorgtoeslag, allerlei andere dingen die gemeentes ook voor hun burgers hebben samengesteld. Heb je daar gebruik van gemaakt? Wat we vaak als eerste doen, omdat we ook binnenkomen omdat mensen een huurachterstand hebben, is gaan kijken hoe kunnen we zo snel mogelijk dat probleem oplossen. Dat is dan ook het waar mensen vaak ook opgelucht over zijn, hè, want dat is natuurlijk niet prettig. Vervolgens gaan we een budgetplan vaak maken met mensen. Hè, dus wat mijn collega ook zegt, kijken van wat komt er hier binnen aan inkomsten en wat gaat eruit aan vaste lasten. En zit daar verschil tussen in positieve of negatieve zin. Dus dat is de eerste stap. We gaan kijken welke schulden
voorbeelden zijn er nog meer, hè, want dat is ook vaak het geval. En dan proberen we daar een plaatje van te maken en vervolgens in te schatten wat hebben deze mensen nou nodig. En dan, ja, dan stopt eigenlijk het vroeger op af. Op het moment dat wij weten, je kunt daar of daar terecht met dit probleem, gaan we doorverwijzen. En dat is dan ja, in ons geval ook vaak binnen Trema natuurlijk, maar het kan ook ergens anders zijn. Ja. Mensen hoeven niet per se te wachten totdat jullie aan die deurbel staan. Welke kanalen kunnen zij aanboren om zelf de hulpvraag weg te leggen? Zij kunnen zich altijd aanmelden bij het maatschappelijk werk in hun buurt. Dat is vrij laagdrempelig. Zoals wij bij Trema hebben ook een spreekuur waar mensen gewoon binnen kunnen lopen. Met alle vragen rondom schulden, nou ja, kleine en grote vragen.